Hi, ik ga vandaag aan de slag bij Maria. We hebben wel een klein probleempje de laatste tijd en het heeft alles met schuiven te maken. Ja, schuiven is dat het dier van de ene naar de andere ruimte in de quarantaine moet. Dus van het ene verblijfje naar het andere verblijfje. Om ervoor te zorgen dat we de ruimte schoon kunnen maken. Want we gaan niet bij Maria naar binnen. Dus we schuiven haar naar de andere kant. Dan doen we het luik dicht en dan kun je aan de kant waar zij niet meer zit, kun je veilig schoonmaken. Ik ben een paar dagjes vrij geweest, dus ik heb net alle dagrapporten gelezen en de overdracht gelezen over Maria. En dus weer helemaal up-to-date en klaar om weer naar haar toe te gaan. Ik heb van alles en nog wat meegenomen, zoals jullie kunnen zien. Ik heb wat zaadjes meegenomen, zonnebloempitjes en Johannesbrood. Dat heeft ze nog niet gehad. Pindaatjes wel, die vindt ze natuurlijk heel lekker. En het ontbijt is vanmorgen meloen. Dus we zullen zien of ze dat lekker vindt. Hallo dame. Goedemorgen. Ik doe hem even dicht, meisje. Ik ga even het ontbijt van Maria pakken. Ik heb ook wat waterflessen gevuld. We weten nog niet helemaal zeker of ze van de drinkknippel drinkt. Die hebben we hier in het verblijf zitten. Dus sowieso zetten we een hoop flesjes water neer, zodat we zeker weten dat ze water opneemt. Zien jullie hem? Doe hem open. Nou, Maria voelt zich wel een stukje beter, want ze is nu toch ook een beetje ons aan het manipuleren door dan in de schuif te gaan zitten, zodat wij de schuif niet dicht kunnen doen. Hey Gijs. Hey, wat een lieve. Hoe gaat het met Maria? Want ik begreep dat ze met schuif soms wat lastig is. Ja, nee, ze blijft in het luik zitten. En dan vooral als we er veel aandacht aan geven, dan doet ze het extra vaak. Ja, dat Maria nu slecht schuift, vind ik eigenlijk wel heel erg grappig. Want dat geeft ook aan dat ze behoorlijk pinter is. En dat ze doorheeft wat ze kan doen om de dierverzorgers een beetje langer bij haar te houden. Want blijkbaar vindt ze dat toch ook wel prettig. En wat ze dan gaat doen is, als ze merkt dat ze reageren op iets wat zij doet, dat ze denkt, hé, ik heb ook een beetje controle op wat zij doen. Want als ik dit doe, dan doen zij dat. Dus het geeft aan dat zij snapt dat als zij iets doet, dat het consequenties heeft voor wat de ander doet. Dat is natuurlijk erg onhandig. Want als zij niet van het ene naar het andere verblijfje gaat, dat betekent dat we ook niet kunnen schoonmaken. Ja, de dierverzorging kan ervoor zorgen dat ze beter luistert door zelf allemaal heel consequent te zijn. En door op het moment dat zij vervelend doet tijdens het schuiven, dus dat ze niet gewoon door het luik heen gaat, maar daar blijft zitten, door haar te negeren en te denken van nou, dan ga ik even iets anders doen. Dan ga ik het over een kwartiertje, 20 minuutjes weer proberen. En dat ze eventjes doorheeft, oh ja, ik moet wel naar het andere verblijfje gaan
En dan krijg ik gewoon mijn beloning.